Ja, Sylvester van der Water, hoe is het met je? Ja, gaat heel goed, ja. Natuurlijk een moeilijke tijd op dit moment, maar met mij gaat alles goed. Dat is goed om te horen, jongen. Nu tegenwoordig spelend bij Heracles, heb je het naar je zin in Almelo? Ja, natuurlijk heb ik het naar mijn zin, natuurlijk. Ja, het is hier gezellig. Het is natuurlijk wel even wat anders dan dat je bij Almere voetbalt. Want dan zit je toch meer bij bij de Randstad. Hier is het wat meer, ja, wel wat rustiger, maar wel gezellig. Dus Ja, ik heb het verder wel gewoon naar mijn zin. mooie transfer gemaakt na je Almere tijd en volgens mij gaat het sportief ook goed, hè, als je naar je persoonlijke ontwikkeling kijkt. Ja, zeker. Ja, het eerste jaar dat ik eigenlijk kwam, ja, toen heb ik nog veel op de bank gezeten. Wel invalbeurtjes. Op een gegeven moment wel een basisplek veroverd. Alleen toen raakte ik geblesseerd. Een scheurtje in mijn lies. Ja, en eigenlijk ben ik daar 3 maanden voor uit geweest eigenlijk. En toen ik terugkwam heb ik wel nog wel wat invalbeurtjes gehad. En ja, dat was het seizoen inderdaad vorig jaar. En dit jaar is het eigenlijk echt ja, eigenlijk wel een beetje losgekomen. Ik heb bijna alle wedstrijden gespeeld. En ja, ik kan zeker met een positief gevoel terugkijken op dit seizoen. Als je terugkijkt op je tijd bij Almere City FC, wat zijn dan de herinneringen die bij jou als eerste naar boven komen? Ja, het eerste is natuurlijk eigenlijk echt de play-offs. Ja. Ja, dat waren echt, ja, dat is echt iets waar ik nog wel echt gewoon wekelijks naar uitkijk. En ook gewoon nog eraan denk. En ja, dat is gewoon, ja, dat was echt het mooiste, denk ik, bij Almere. En is dat dan voornamelijk dat tweeluik met Roda of toch je doelpunt tegen de Graafschap in de finale? Wat is dan hetgeen wat als eerste bij je naar boven komt? Ik denk toch Roda. Ja. Ik denk, ja, want dat was, ja, eigenlijk, ik denk dat 80, 85% van de mensen die hadden gezegd van, nou, jullie gaan eruit, jullie gaan het echt niet redden bij Roda. Omdat we natuurlijk de heenwedstrijd was het volgens mij 0-0 gebleven. Ja. En ja, natuurlijk, je speelt daarna uit in een redelijk vol stadion. En je weet dat het een eredivisieclub is. Ja, en dan, ja, dan gebeurt dat. Ja, dan ben je wel echt, ja, wel echt heel erg blij. En uiteindelijk op de drempel van de Eredivisie gestaan, hè? Ik kan me die laatste scrimmage in Doetinchem in de finale nog herinneren. Ja, helaas, het was echt balen. Ik heb er wel veel emotionele gevoelens bij gehad. Tuurlijk, het was echt balen. Alleen ik denk dat we echt trots mogen zijn met wat we hebben behaald. Heb jij het gevoel als je volgt Almere volgens mij nog heel goed, heb je het gevoel dat de club die stap in de komende jaren echt een keer gaat maken? Ja, zeker. Ja, ik heb ze echt gevolgd vorig jaar, dit jaar. Ja, ik had er wel echt vertrouwen in. Want ik weet dat er gewoon elk jaar bij Almere staat er gewoon een goed ploegje. En ja, dat is wel mooi inderdaad. En dan, ja, ik had ook wel weer verwacht dat ze sowieso weer de play-offs zouden halen. Ja. En ja, wie weet een keer de Eredivisie. Want ik hou natuurlijk ook de Instagram en de social media bij van de club. Ik zie best vaak reacties van jou voorbij komen. Volgens mij ben je echt nog wel erg betrokken bij de club, hè? Ja, tuurlijk. Ik heb ook nog heel veel contact met jongens van de club nog. Onder andere Damon, af en toe Faris, NS. Ja, daar heb ik gewoon nog wel contact mee. En ja, dus dan heb je het er ook gelijk over. En dan volg je het gelijk weer. En dan vraag je hoe het met elkaar gaat. Ja, dan ga je natuurlijk gelijk naar de pagina van Almere. Om toch nog even een beetje te bekijken. Ja, nou, volgens mij dan heb je vast ook meegekregen dat het stadion er inmiddels alweer heel wat anders uitziet dan in de tijd dat jij er nog voetbalde. Ja, ik heb het laatst gezien inderdaad. Ik zag dat de capaciteit naar 4501, dacht ik, Ja, is het correct. gegaan. Ja. Ja, dus dat is echt, ja, natuurlijk echt mooi. Ik kan ook niet wachten om een keertje naar het nieuwe stadion te gaan, zo noem ik het dan. Ja. En ja, dat lijkt me wel mooi. Je kan mooi gebruik maken van onze actie van een seizoenkaart, want die zijn tegenwoordig ook voor de stuntprijs van €45 en 1 cent te koop. Nou ja, ik heb zelf nog geen seizoenskaart gekocht, omdat ik natuurlijk zelf ook wel druk ben natuurlijk ook ja, met voetbal. En het is niet zo makkelijk om 1, 2, 3 vanuit Almelo heen en weer te rijden. Maar ja, ik heb er natuurlijk van gehoord. Ik weet dat heel veel mensen op dit moment in een moeilijke situatie zitten. En daarbij wil ik graag gewoon ja, toch een beetje ja,
ik zou best wel graag twee seizoenskaarten willen kopen. En die zou ik dan graag namens mezelf en de club bij iemand willen overhandigen die daar heel gelukkig van wordt. Een schitterend gebaar, Sil. Betoon je echt je betrokkenheid nog bij Almere? Ja, tuurlijk. Ja. Ik ben de club altijd dankbaar geweest en nog steeds. Want hoe ik eigenlijk gewoon altijd ben behandeld bij de club is altijd goed. Ik heb echt een hele leuke tijd gehad. En uiteindelijk natuurlijk ga je wel de club verlaten omdat je graag hogerop wil. En dan, maar als ik zo denk, ik denk er echt bijna nog wel dagelijks aan. En dan zou ik het wel gewoon mooi vinden om er iets voor terug te doen. Nou, ontzettend mooi. Dat gaan we gewoon regelen. En dan zorgen wij ervoor samen met jou dat die twee seizoenkaarten bij een mooie bestemming gaan komen. Ja, tuurlijk. Is helemaal prima. Dan ben ik wel benieuwd of we jou komend seizoen ook nog een aantal keer op de tribune gaan zien. Ik denk het wel inderdaad. Ja, ja tuurlijk. Ik ben afgelopen seizoen volgens mij ook al twee keer geweest nog. En natuurlijk is het altijd mooi om weer even terug te komen op het oude nest. En de mensen te zien die er eigenlijk altijd wel in geloofde bij mij. Als we even kijken naar jouw ontwikkeling, wat zijn dan jouw doelen voor het komende seizoen en wellicht de jaren daarna? Ja, op dit moment is het gewoon afwachten. Ik ben op dit moment gewoon heel gelukkig in Almelo. En in de voetbal kan je natuurlijk niet 1, 2, 3 zeggen wat er gaat gebeuren. Kijk, komt er een mooie club? Ja, weet je, dan sta ik er inderdaad wel voor open. Maar op dit moment, wat ik zeg, ik voel me gewoon wel goed hier. Ik speel redelijk alles. En het is niet zo dat ik denk van, nou, ik ga nu naar een andere club op hetzelfde niveau. Nee. En dat ik dan weer helemaal vanaf het begin af aan moet beginnen. Ja, dat is niet mijn doelstelling in ieder geval. Heerlijk ambitieus in ieder geval, nog zoals altijd. Tuurlijk, altijd, ja. Hey, dankjewel voor je tijd, Sil. En ik wil je heel veel succes wensen de komende tijd ook weer. Dankjewel. Okay, en succes, ik zie je snel. Ja, gaan we regelen. Is goed, dankjewel. Hoi, hoi. Hoi, hoi, hoi.